van nature nog iets sneller zijn als Emerald. Dat is het enige. Maar dan nog moet het allemaal nul willen blijven. En moet het ook echt lopen om die tijd van Harry te verbeteren. Luciana Diniz en Fit for Fun. Dat zijn dan wel, dat is meteen wel een combinatie die het in zich hebben om hier te winnen. Ja, hier krijgt hij één glaspontje minder als Harry, omdat Luciana al iets meer de binnenbocht kreeg. Ja, dit ziet er toch ook heel goed uit, moet ik zeggen. Ligt er een beetje aan hoe ze hier die wending na deze oxer krijgt. Ja, dat kost tijd, denk ik, of niet? Ja, knap hoor. Ik denk dat ze toch sneller... Wat voor tijd had Harry? 42,89. 42,89. Ja. Heel klap. Ze is sneller. Ja. Ze is sneller. Luciana Diniz en Fit for Fun aan de leiding. 41,49. Het is ongekend wat dit soort paarden kunnen springen. Ja, dus op dit niveau is het gewoon zo moeilijk om een grote prijs te winnen. Er zijn zoveel goede paarden en goede ruiters dat het, ja, is niet makkelijk tegenwoordig. Aan de leiding dus, Luciana Diniz, Fit for Fun, 41,49. Ja, en zo blijf je eigenlijk als toeschouwer maar denken dat het